Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe verhuisvlog. In deze video ga ik met jullie mijn kamer en make-up tafel organiseren en indelen, want dat moet allemaal nog gedaan worden. En er zijn ook dingetjes die ik nog wil verplaatsen en aanpassen. Dus dat ga ik allemaal doen. Het is nu woensdagavond en Spike is er niet, helaas. Ik heb deze vervanging. Nee, in dit complex zijn huisdieren niet toegestaan. Maar hondjes mogen wel bijvoorbeeld mee op visite komen. Ja, als je visite hebt die een hondje heeft. Ik ben alleen thuis. En weet je, ik dacht, ik ga gewoon pizza eten. Heel slecht, want dat heb ik eergisteren ook al gegeten. Maar goed, ik heb deze nog nooit geprobeerd. Dus ik ben heel erg benieuwd of deze lekker is. En ik dacht, ik kan de hele avond tv kijken. Maar ik kan ook pas mijn make-up tafel gaan organiseren met jullie. Het enige is dat het licht natuurlijk wat lelijker is dan overdag. Maar ja, dat is dan maar niet anders. Dan laat ik het resultaat wel overdag zien. En ik wil ook nog mijn nagels doen. Ik heb natuurlijk de nagelstylistenopleiding gevolgd. Tussendoor. Nu vind ik dat extra leuk om te doen. Omdat ik echt weet wat ik doe. En wat wel en niet goed is en zo. Dit is de pizza. Ik weet niet hoe lang hij erin moet. Maar ik weet wel dat ik honger heb. Dus ik hoop dat het snel klaar is. Zo. Ik ga in de tussentijd even mijn nagels doen en dan zie ik jullie zo weer. Oké, mijn pizza is klaar. Ik ga dit even opeten en ondertussen de verhuisvlogs editen. Oké, het is nu 9:30. Ik dacht ik ga beginnen met mijn la, maar ik kan dus nergens mijn statief vinden. En dan kan ik die niet hier zetten, zodat jullie het ook kunnen zien. Dus ik ga even mijn statief zoeken en ik denk dat ik vast die la er wel weer terug inzet. Aangezien dat best wel een gedoe is. We got it! Oké, ik heb mijn statief gevonden. En ik ga nu de la vullen. Volgens mij is hij helemaal goed in beeld. Ik heb trouwens wat extra van deze bakjes gekocht. Een tijd terug toen de Action nog open was. Ik wilde ook nog een Action shoplog doen. Maar ik dacht, ja, dat is nu wel heel erg nutteloos. Deze kost een paar euro. En ze zitten niet aan elkaar vast. Het is niet één vaste organizer. En dat vind ik juist extra prettig. Kijk. Ik heb heel veel van deze bakjes. En deze zijn van die chocolaatjes. Meestal als ik het zeg, dan weten de meeste mensen in de comments welke ik bedoel. Maar ik weet dus nooit hoe het heet. Ik hoop dus dat die la dicht kan. Oh, makkelijk. Wacht, ook met deze omhoog. Oh, wauw. Heel makkelijk. Oké, dat is top. Het is net wat hoger dan die la die ik hiervoor had van het make-up bureau. Oké, ik heb nog een hele bak met make-up gevonden. Nu gaan we echt beginnen. En ik ga ook meteen uitzoeken wat ik wil houden en wat ik misschien aan een vriendin kan geven. Of aan mijn zusje, of aan mijn oma. Net wie het wil hebben. Ik weet niet meer waar ik gebleven was met de vlog. Maar ik ben nu bestellingen aan het inpakken. Ik voeg altijd een persoonlijk briefje toe. En hieronder zit een bestelbevestiging. En zij heeft de Kiss Bliss Cosmetics case gekocht. Toilettas.
En ik moet er nog een paar inpakken. En dan plak ik hier altijd thank you. Dat is alleen makkelijker als hij al in elkaar zit. En aan de bovenkant verzend label. En een Kiss Plus sticker. Zo, de pakketjes zijn ingepakt. Ik vergeet steeds wat ik als laatste heb gefilmd. En dan weet ik niet meer waar ik gebleven was. Echt heel slecht. Maar ik heb vandaag wat meer hier opgeruimd. Deze stond eerst in de woonkamer en die staat nu in de slaapkamer. Parfum. En daar mijn nieuwe tas. Die kan je ook zien in een shoplog. En mijn kleding hangt verder zoveel mogelijk op kleur. En ook heb ik nu eindelijk de lades gesorteerd. Want er was gewoon alles erin gegooid eigenlijk. Het enige waar ik nog iets voor moet hebben is voor de deur. Want anders gaat dit elke keer hier tegenaan. En ja, hier krijg je heel makkelijk beschadigingen. Dus nu heb ik gewoon deze tas, zodat het 100% niet er tegenaan komt. Maar ja, dat is niet heel handig. Ook niet als je natuurlijk die la open wil doen. Of als je die tas wil gebruiken. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. En hier is dit ook beschadigd. Dat is toch met het verhuizen gebeurd. Maar ja, is niet zo heel erg. Maar dat krijg je anders ook. Hier ben ik bang. Oh ja, verder hangt ook deze spiegel nu hier. Hier heb ik nu dit neergezet. Mijn lipgloss. Wat dingetjes van Gisou. Parfum van MAC is dat. Oh ja, volgens mij had ik als laatste hier laten zien dat ik hiermee bezig was. Deze is nu helemaal ingericht. Oh ja, wat ik trouwens volgens mij als laatste had gezegd was, we hebben geen lampen in de woonkamer. Maar die zijn er inmiddels opgehangen. Deze en deze. Ik zal jullie morgen weer een update geven. Maar nu gaan we even een film kijken. En gisteren heb ik trouwens Soul gekeken op Disney+. Was echt een leuke film. Dus als je nog iets wil kijken, zou ik die zeker aanraden. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is een paar dagen later. En ik zou nog even in daglicht aan jullie mijn huidige make-up collectie laten zien. Ik heb ook net mijn make-up gedaan en mijn nagels. Dus weer helemaal klaar voor om verder te gaan met deze video. Ik heb ook een nieuwe set voor mijn bed. Deze Beauty Pillow satijnen set. Dit is echt geweldig. Ik liet laatst al een losse aan jullie zien. Maar nu heb ik dus ook nog de dekens. En ik ga dat straks allemaal even wassen en opmaken. En dat of in deze video of in de volgende nog aan jullie laten zien. Maar anyway, hier is de make-up. Oké. Here we have it. Ik heb mijn make-up collectie. Ik heb dus in al die pakjes gesorteerd. Ik weet niet of ik dat in deze video heb verteld waar ze van zijn. Maar deze twee zijn van Wish. Hier zijn een paar van de Action en een paar van die chocoladebakjes. Dit is de la van de MAM toilettafel. Aan deze kant heb ik een beetje skincare. En dan vanaf hier is het gewoon make-up. En dit is eigenlijk al mijn make-up. Ik heb nergens anders nog andere dingen liggen. Nou ja, het is meer dan dat ik op een dagelijkse basis gebruik. Maar ik denk voor een beauty YouTuber of wat dan ook, hoe je het allemaal wil noemen, valt het heel erg mee. Ik heb mensen die kasten vol hebben. Maar ik wil het altijd zo compact mogelijk houden. En echt alleen dingen houden die ik gewoon heel fijn vind om te gebruiken. En het is ook niet zo, omdat ik mijn eigen palet heb. Natuurlijk gebruik ik deze het meest. Ik gebruik die oogschaduw eigenlijk het meest. Dus doe ik een beetje van die en dan deze. Ik vind het hele mooie kleuren. Maar af en toe vind ik het ook nog wel leuk om een andere te gebruiken. Ik probeer een budget van de Action af en toe. Maar ik wil niet dat, omdat ik mijn eigen make-uplijn heb, dat ik dan nooit meer iets anders laat zien. Dit heb ik trouwens hier staan. Dan toevallig wel. Kiss Plus en Kiss Plus, maar ook gebruik ik gewoon echt het meest. Deze neem ik vaak mee als ik een nachtje bij mijn ouders ga slapen of ergens anders. Bij MAC en ouders, laatste nachtje bij mijn oma. Dus dat is eigenlijk hoe het er nu uitziet. Deze stoel is van Quantum. En dan heb ik hier nog wat op het ding zelf staan. Deze marmeren houders zijn van Xenos. Ik heb hier mijn kwast in. Eigenlijk face brushes en hier is meer oogschaduw. Hier heb ik een nachtcreme en een dagcreme die ik graag gebruik. Deze gebruik ik altijd aan het eind van mijn make-up routine. En voornamelijk als ik echt poeder foundation of zo draag. Hier zijn allemaal NARS paletten. Ik vind NARS echt een geweldig merk. Ja, hoe mooi is dit? En ik gebruik het niet eens heel vaak. Maar ik vind het zo mooi en zo fijn dat ik het echt absoluut niet weg wil doen. Verder heb ik hier poeder foundations. Hier zijn primers.
Dan heb ik hier wat lipgloss. Meestal draag ik eigenlijk alleen nog maar Kiss Plus, om eerlijk te zijn. Maar ik heb laatst deze binnen van NYX. En die vind ik ook wel heel mooi. Hij lijkt ook een beetje op Luxe. Maar dan is de glitter wat groffer. Ik heb hier één highlighter. Maar als ik highlighter gebruik, gebruik ik eigenlijk altijd deze van de Busy Bee palet. Shine. Ik ga dit nu een soort van unboxen. En hier is een lijstje van alle voordelen. Als je wil, kan je even op pauze zetten en het lezen. Nog een klein stukje wat er eigenlijk ook nog een beetje bij hoort. Wat ik net vergeten was te filmen. Deze heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Super lief, Iris. Als je kijkt, thank you. Hij ruikt heel erg lekker. En dan heb ik hier nog parfum gel polish van Kiss Plus. Deze moet ik eigenlijk nog een fotoshoot van doen. Ik moet ook nog namen bedenken. En ik dacht, misschien is het leuk als jullie wat suggesties achterlaten in de comments. Hoe leuk zou het zijn als een van jouw ideeën uitgekozen wordt? Dus je kan gewoon zeggen welke rij en dan de hoeveelste van links naar rechts. Dus dit is rij 1, rij 2, rij 3. En dan, oh, ik heb een leuke naam voor rij 2, nummer 4. Dat is dus die. Laat het weten in de comments. Ik heb er nog meer, maar dit zijn denk ik de populairste met rood en roze tinten. Dus dat zou ik wel heel leuk vinden om ook wat input van jullie te krijgen. En dan was dit voor huisvlog nummer 3 met het organiseren van mijn make-up en dat soort dingen. De volgende keer zal ik jullie een home tour laten zien. Over een paar dagen komt nog een bestelling van IKEA. Ik heb gordijnen besteld, niet genoeg voor allemaal. Maar ik wil eerst even kijken of het bevalt. En dan heb ik ook de beddengoed en zo gewoon gewassen en wil ik het mooi opmaken. En dan kan ik de home tour gaan opnemen. Dus als je dat niet wil missen, vergeet dan niet te abonneren. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Bye!